pak de tuk-tuk! Oei, oei, jongens! Volgens mij is die tuk-tuk niet helemaal levend, maar ja. Hey Blakke Gamers, welkom al bij een gloednieuwe video. Wij spelen vandaag BeamNG Drive. Die heb ik natuurlijk als donatiedoel gedaan en vandaag gaan we die game eens eventjes lekker spelen. Ik moet deze game nog wel leren. Ik weet wel een klein deel hoe het allemaal werkt. Maar het probleem is gewoon, ik weet niet precies hoe je mods moet installeren. Ik heb wel mods geïnstalleerd, maar ze staan niet in de game. Of ze staan wel in de game, maar ik kan ze dus niet vinden waar ik mijn... Als ik dingen wil inspannen, zeg maar. Daar kan ik ze niet vinden. Dus als jullie me daarmee kunnen helpen, zou ik dat heel erg op prijs stellen. Ik zal je allereerst eens even een beetje laten zien wat deze game inhoudt. Deze game is eigenlijk een soort van... Deze game is eigenlijk alleen maar om te kutten. Echt, serieus. Je kunt zelf gaan rijden, je kunt dingen aanzetten van, joh, die moeten jou volgen en dan weet ik veel wat. Je kunt heel veel opties doen met deze game, maar omdat ik nog niet echt weet hoe de mods werken, is de game een beetje gelimiteerd. Maar, voordat we iets gaan doen, gaan we de mod even starten. Ik hoor dat de game trouwens hard genoeg staat, want anders moet ik hem maar eventjes onder het editen, moet ik hem maar eventjes zachter zetten. Dit is een automatische auto. Nou staat hij in een 2, nou staat hij in een drive, dus als we nou eventjes gas geven... En dan laat ik jullie eventjes zien wat de bedoeling is voor deze game, eigenlijk. We kunnen ook van interieur veranderen, zoals je ziet. Maar we doen het eventjes zo. Kijk, dan rijden we eventjes naar die toren toe en dan laat ik jullie eens eventjes zien wat deze eigenlijk nou precies inhoudt. Dan doen we hem in slow motion, dan moet ik wel gas inhouden. En dan moet ik eventjes zo, kijk, en dan kun je dus zien wat er gaat gebeuren. En daarmee kun je dus allemaal leuke dingen doen. Dus, het kost wel eventjes tijd om alles klaar te zetten. Maar ik laat jullie eventjes een beetje zien hoe het allemaal werkt. Zo. Wat we eventjes gaan doen is... we gaan naar op F11 drukken. Als het goed is gaan we dan naar de World Editor zoals je ziet. En dan kunnen wij dus... Als we heel eventjes... Zo. Kijk, nou zitten wij dus in de vliegmodus. Als we nou eventjes die kant op gaan. Maap. Zo. Kijk, wat wij kunnen doen bijvoorbeeld, is dat we hier, allemaal vrachtwagens neerzetten. Dat heb ik ook in de livestream gedaan, dat we hier allemaal vrachtwagens neergooien. En dat we hier bijvoorbeeld allemaal leuke dingen kunnen doen. Ik weet niet of je dat in World Editor kunt doen. Als ik nou eventjes naar F11 ga, dan moet ik eventjes naar de auto's. Als het goed is, moet je dat gewoon vanaf hier kunnen doen. Dan kunnen we allemaal vrachtwagens kunnen neergooien. Dus laten we die en dan spawn nieuw. Ik weet niet of die dan hier komt. Ja, half. Oké, maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we nou eventjes de game op pauze zetten. En dan kunnen we nou dus dit ding helemaal verplaatsen naar alles wat we willen. Kijk, dan kunnen we die helemaal verplaatsen. Die kunnen we dan ook nog eventjes draaien. Ik weet niet. Dit is hoe ik het ken hoor. Kijk, en dan maken we dus hier een grote blokkade met alleen maar vrachtwagens. En dan gaan we dus vol gas gaan we erop af. En als het goed is, gaat hij dan keihard, maar dan ook keihard crashen. Oh, daar hebben we de volgende. Van een behoorlijk hoog. Want zoals ik al zei, ik moet deze game nog leren, dus hoe dit precies allemaal werkt. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Zo... En dit is het enige wat ik ken. Geen idee of het ook sneller kan. Maar dit is wat ik weet. Nou, oké. Wat we dus nou eventjes gaan doen. Ho. Dan moeten we er hier nog eentje laten spawnen. Ctrl-V. Kijk, dan hebben we hier nog eentje. Die gaan we ook weer eventjes verplaatsen. Zo. En zo. Nog eentje erbij. Zo, die spant dan ook in. En die moeten we dus ook eventjes, eventjes een beetje uitzoomen. Zo. Het werkt een beetje zoals Giants Editor met farming eigenlijk. Oké, dan zetten we deze hier neer. Zo. En dan denk ik, als we er nog eentje bij doen, dat wel voldoende is. Dus als we nou hier eventjes Ctrl-V. Oké, dan wordt de volgende ingespant.
Zo. En zo. Oké, okay. Dit is nog goed. Dus druk weer eventjes op F11. En dan, oh. Kijk nou. Deze auto gaan we dus ook veranderen in een snelle bak. Laten wij voor de BMW gaan, want die gaan wel redelijk snel. En dan replace current. En dan zetten we dus nou eventjes op die. En dan kunnen we dus hier hele leuke dingen mee doen. Ik moet ook zelf schakelen. Maar ik weet niet precies hoe dit allemaal werkt. En toen was die uit. Wacht even hier zo. Maar die game vindt het nog wel eens leuk om alle controles in één keer te veranderen. Waarom kan ik nog niet vooruit? Hè? Anders doet het gewoon anders. Random! Nou rijdt hij uit zichzelf. Als het goed is. Hij rijdt niet zo heel hard. Hij rijdt maar 20 verder, dat is niet veel. Dat is wel jammer dat hij niet zo hard gaat. Hij maakt wel ontzettend veel toeren. Kijk, en nou kunnen we dus op slow motion drukken. En dan knalt hij straks vol, maar dan ook vol in de vrachtwagen. Zoals dit. Dat is wel mooi hoor. Even kijken, kan ik dit ook allemaal weghalen? Al die anders kan ik niet zo'n mooie thumbnail maken namelijk. Volgens mij kan het ook zo trouwens. Ja, kijk, zie je dat? Kan ook zo. Huppakee, en fotootje. Heeft hij de foto nog gemaakt? Of hoe werkt dat? Hoe maak je een foto? Screenshot nemen. Screenshots weergeven. Huidige sessie is er niet. Ik wil graag een screenshot nemen, maar waar wordt die dan opgeslagen? Kijk. Oh, wat gebeurt er allemaal? Ja, prima. Prima, als het goed is moet die nou werken. Oké. Okay. Nou, zoals je dus ziet... wacht even hoor. Zo. We zitten nog in de fotomodus volgens mij. Kijk. Waarom gaat hij nou zo traag dan? Maar ja, dit is dus het leuke eraan. Alles begint nou weer opnieuw. Dus wat we ook kunnen doen is als we eventjes in de auto zelf gaan zitten. Dan moeten we welke kamer moeten we hebben? Deze. Ja, maar waarom zitten we nou weer in één keer in de grond dan? Ik snap deze game af en toe niet. Nou gebeurt er niks. Want zoals ik al zei, ik moet deze keer nog heel erg leren. Maar nou kan ik niks meer. Flee. Waarom rijdt hij zo traag? Waarom rijdt hij maar steeds in de eerste versnelling? Wat is dat voor onzin? Ik snap dat niet. Ik vind dat zo jammer. Nou ja, in ieder geval wat we dus ook kunnen doen is dat wij bijvoorbeeld in het tuk-tuk gaan zitten. Ja, in het tuk-tuk. En dan gaan wij dus een BMW gaan we opnieuw inspawnen. Die gaan we er eventjes verplaatsen en die moet dan achter ons aan. Dat heb ik ook in een livestream gedaan. Dat was ook heel leuk. En dan moet ik weer laden. Maar ja, ik weet niet precies hoe deze game werkt. Ik moet deze game nog leren.
Wat er nou aan de hand is, ik heb werkelijk waar geen idee. Wacht even. Die moet ook weer opnieuw staan. Zo. Kijk, deze gaat aan manual. Deze gaat aan Chase. En aan de vehicle blocking game staat er volgens mij op die tuk-tuk. Volgens mij wel. Of niet? Waar staat er op die tuk-tuk dan? Als die tuk-tuk staat... Disabled. Dus moet op Chase en dan moet hij op Blocky Games. Maar waarom staat hij er niet tussen? Ja, dat snap ik dan ook niet. Target. Want Blocky Games staat er niet in. Ik snap deze game af en toe niet. Echt niet. Nee, we gaan het gewoon proberen. Want eigenlijk... Deze moet er dan disabled. Deze is dan... Chase, maar dan moet hij dus de Blocky Games tuk-tuk moet hij dus pakken, maar dat staat hier niet tussen. Dus dat snap ik dan ook weer niet. Mails per uur 120. Waarom kan ik dat niet zelf in toetsen? Voor mij is dit ook een leersessie, jongens. Nou goed, zal wel. Wij gaan in de tuk-tuk zitten. Zo. Waarom gebeurt hier nog niks meer, hè? Deze tuk-tuk is wel dondersnel trouwens, hoor. Maar de BMW die is al op weg, zie dat? Maar deze tuk-tuk gaat gewoon niet sneller. Wat is de BMW aan het doen, hè? Is die al gecrashed? Oké, dit ding gaat maar 52 mijl per uur. Nou, niet veel aan. Maar is de BMW gecrashed? Ik ga gewoon in de BMW knal. Is de BMW al gecrashed? Nee, hè? Pak hem! Oh, ik ga er net langs hier. Ja, maar dat is vervelend. Oh! En dan wil hij niet meer rijden. Waar gaat de BMW nou naartoe dan? Maar ik moet deze game echt leren. Blocky Games, pak je tuk-tuk! En nu staat hij er wel tussen. Flee. Van... Ik weet niet wat de BMW voor een... VDL 8608. 8608 staat er niet tussen. Kijk hem gassen dan, die tuk-tuk. Waarom gaat deze nou zo traag dan? Ik snap dat niet. Target disabled. Doe gewoon vol gas, waarom gaat hij? Nou doet hij niks meer. Ik snap niet precies hoe deze game werkt. Ja, maar nou doet hij niks. En wat is de tuk-tuk nou doen dan? Kijk, de tuk-tuk die is wel aan het rijden, maar die gaat ook niet harder. Ik snap het niet. Moet ik nou zelf schakelen? Nee toch? De tuk-tuk die... Maar deze die doet helemaal niks. Ik kan dit ding ook niet bewegen. Ik heb werkelijk waar geen idee hoe dit allemaal werkt. Echt niet. Volgens mij is dit heel ding geglitcht, ja. Chase Blocky Games, pak hem dan. Chase. Wacht.
Chase van de BMW 8608, maar die staat er niet tussen. En deze moet Flea. Nee, deze moet Chase achter de Blocky Games aan. En dan moet de Tuk Tuk, die moet dus Flea. Kijk waar dat gaat. Kijk, zie daar, hij gaat er nog aan, die er wel direct op af. Kom op, Tuk Tuk, je kunt het. Rij weg. Rij weg voor de BMW. Pak hem. Wat gaat er gebeuren? Maar die BMW, die Tuk Tuk gaan gewoon niet harder. Die bleef maar in de eerste versnelling. De BMW is nou aan het draaien. Kijk, deze die doet dat wel. Maar pakt hij hem of pakt hij hem niet? Dat is de vraag. Oeh, jongens. Oh, de Tuk Tuk staat in de fik. Rip Tuk Tuk. Kijk die Tuk Tuk weggaan, joh. Pak hem. BMW pakt die Tuk Tuk. Maar de Tuk Tuk gaat er vandoor en die staat in de fik. Pak hem. Hij gaat eerst hem draaien dat hij snel op weg kan, denk ik. Waar is de Tuk Tuk nou daar? Ik hoor de Tuk Tuk scheuren. Kijk die Tuk Tuk, jongen. Maar de BMW komt er alweer aan. Oeh, ja, maar dit wordt leuk. Want de Tuk Tuk die reed vol in de vrachtwagens en de BMW komt erop af. Pak de Tuk Tuk! Oei, joh, jongens! Volgens mij is die Tuk Tuk niet helemaal levend meer. Ja. Ja, rip. Hoe is het met de Tuk Tuk? Die Tuk Tuk is niet meer helemaal zoals het hoort. Nee, die Tuk Tuk is niet helemaal meer levend zo. Ja, zoals ik al zei, ik moet deze game ook nog leren. Dus hoe het precies allemaal werkt, weet ik niet. Als jullie mee kunnen helpen, laat het me alsjeblieft weten. Ja, boom! Ja, rip. Ja, jongens, dit is dus een beetje het idee wat je met deze game allemaal kunt doen. Maar eigenlijk moet ik daar meerdere mods hebben. Dus ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van BMG Drive. Mocht je dit natuurlijk een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even die like op te knallen. En laat me eventjes weten hoe ik mods kan installeren en wat ik allemaal beter kan doen. Want ik vind deze game wel leuk. Vind ik heel leuk, maar ik moet hem alleen nog eventjes leren. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Mocht je dit een leuke video vinden, vergeet natuurlijk even die like op te knallen. Mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dan ook zeker eventjes, dat helpt mij enorm mee. En dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!